Welkom bij deze podcast, Uit je hoofd, in je lijf, sessie 4, je hogere zelf als beste vriend. Mijn naam is Manisha Sluiser. Noem me een medium, een channeler, een yogini en een haptotherapeut. Ik woon momenteel in Zuid-Spanje, waar ik spirituele retreats geef op een vrijstaande villa op een berg met zeeuitzicht. Ik geef individuele en groepsretreats. Ik woon hier met mijn katten en kippen en ik ben omgeven door de kracht van de natuur. Ik begeleid mensen samen met mijn levenswijsheid en kennis. Samen met mijn spirituele gidsen, begeleiders, meesters van het licht. Om het bewustzijn te vergroten. En een mens zijn eigen innerlijke leider vertrouwt. Of het hogere zelf of de ziel. Ermee verenigt en ermee gaat samenwerken. Dit om de mens weer te laten herinneren wie je werkelijk bent. Wat je krachten en talenten zijn. Waarom je hier op aarde bent. En wat we hier te doen hebben. Voor zielenmissie. Podcast 4. Je hogere zelf als beste vriend. Ik ga beginnen met dit. Veel mensen voelen zich alleen. Zijn niet in verbinding. Hebben het gevoel dat ze niet echt op aarde thuis horen. Hebben heimwee. Nou komt dat omdat je natuurlijk ook eigenlijk niet van de aarde bent. Je bent een kosmisch wezen, een universeel wezen, een multidimensionaal wezen. En je lichaam is je voertuig op dit moment op aarde. In je vorig leven had je een ander voertuig, was je misschien een man of een vrouw. Misschien was je wel een dier of een boom. Maar dit leven zit je in dit lichaam. Maar binnenin jou zit je hogere zelf, een bewustzijn. Wat goddelijk is, wat kosmisch is, wat multidimensionaal is. En dat is eigenlijk jouw allerbeste vriend. Het is ook wel je innerlijke begeleider, de innerlijke leider, jouw soulmate, de ware liefde. We zijn in dit leven ons gaan richten op externe dingen. Dus je bent gaan kijken om je heen naar de liefde buiten jou. Goedkeuring buiten jou. Vind je me leuk genoeg? Bevestiging vragen. Ben ik mooi genoeg? Ben ik leuk genoeg? Pas ik erbij? Doe ik mee? Ben ik snel genoeg? Waar ben ik goed in? Kan ik meedoen? Maar jezelf zijn, hè? Oké, wie ben ik? Ik ben op aarde gekomen om een reden. Waarom eigenlijk? Nou, ik ga je even iets vertellen als mezelf, als kind. Toen ik jong was, merkte ik dat ik dingen zei die andere kinderen heel raar vonden. Andere kinderen raar vonden. En zo zei ik bijvoorbeeld, een van mijn vroegste herinneringen die ik heb, is dat iemand zei dat haar kat dood was. En toen zei een vriendje, ja, mijn hond is ook dood. En toen zei ik, oh, maar de dood betekent niet dat je ze nooit meer ziet. Ze zijn aan de andere kant. En daar zie je ze straks weer. Maar ze zijn gewoon even niet hier op aarde. En ze keken me allebei aan en ze liepen weg. En ik was echt jong. Was op de basisschool. En ik weet nog wel dat ik dacht, oh, dat vinden, waarom lopen ze nou weg? Zeg ik nou echt iets heel raars? Maar ze hadden allebei zoiets van, ja, maar dat is niet zo hoor. Mijn kat is dood, mijn hond is dood. Ze zijn weg. Toen zei ik, nou ja, hé. Hey. Maar ik had nog nooit een kat verloren of een dier verloren, dus hoe kon ik dit weten? En zo had ik ook een stem in mijn hoofd. Mijn hogere zelf is altijd aanwezig geweest. Ik heb altijd gehoord die zei dat ik dacht, oh ja, ik moet heel lang naar school voordat ik mag doen wat ik wil doen. Ik heb nog heel veel te leren voordat ik mag doen waarvoor ik op aarde ben gekomen. Ik wist dingen. Jouw hogere zelf weet dingen. Jij weet, oh, dan en dan gebeurt er dit, dan en dan gebeurt er dit. Dan en dan moet ik klaarstaan, dan en dan heb ik dit te doen. Daar moet ik zijn, die moet ik bellen, die moet ik contacten. Nu moet ik even dit boek lezen, nu moet ik dat doen. Jouw hogere zelf is al jouw hele leven eigenlijk jouw goddelijk pad voor jou aan het uitstippelen. En als je nou een heel vreselijk leven hebt gehad, met veel trauma's, met veel heftige dingen, is dat eigenlijk ook iets wat jij als ziel in dit leven dus wilde ervaren. En als je heftige trauma's meemaakt, dan wil jouw hogere zelf of jouw ziel jou ook vertellen dat je in staat bent om heen en nare dingen te overwinnen.
En vandaag is vandaag en gisteren is gisteren. Dus als jij je been gebroken had toen jij, ik zeg maar even, was 15 was en je bent nu 30, is je been weer gewoon helemaal goed. Dus je hebt je been gebroken toen je 15 was, maar niet nu. Het is allemaal weer geheeld. Maar op een gegeven moment, wat we doen met oude pijn, met emotionele pijn, dat houden we in ons lichaam. En daar vormen we ons naar. Dus op een gegeven moment ben jij een product van je omgeving, de maatschappij en je opvoeding. Dus dat zijn drie belangrijke pijlers in jouw leven waarom jij bent wie je bent. 1. Je bent gaan conformeren naar de opvoeding. Je mocht dingen wel, je mocht dingen niet. Je ouders waren op een bepaalde manier. Zo ben je ook geworden. Je hebt dingen overgenomen van je ouders. Dus door je opvoeding ben je wie je bent. Door je omgeving ben je wie je bent. En door de maatschappij ben je wie je bent. Eigenlijk ben je geprogrammeerd. Maar binnenin jou zit ook een programma. Binnenin jou zit iemand die de hele dag zegt, hoi, hoor je mij? Hallo, 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 hallo. Voel mij, hoor mij, zie mij. Nou, dan als jij mij niet hoort en ziet, dan geef ik je dit en dan geef ik je dat. En hoor je me nu? Nee. Zie je me nu? Nee. Voel je me nu? Jouw hogere zelf is als een hele leuke, liefdevolle, grappige, wijze iemand binnenin jou. Ja, de wijze man of de wijze vrouw of het blije kind of de leuke docent, de beste vriend, beste vriendin, je lover, je, nou, zeg maar wat je nodig hebt. De liefdevolle moeder, de liefdevolle vader, de liefdevolle broer, de liefdevolle zus. Maar de ego, jouw denken, is vaak een beetje je vijand. Je ego die kan jou behoorlijk in de weg zitten. Maar jouw hogere zelf niet. Jouw hogere zelf heeft het allerbeste met jou voor. Het allerbeste. Dus als je het even niet meer weet, is het de kunst om dat denken uit te schakelen. Dus die ego die saboteert, die alles bekritiseert, die vooroordelen heeft, die geconditioneerd is en geprogrammeerd door de opvoeding, je omgeving en de maatschappij. Dus die zegt nee, van mij afblijven, ik ben zo, zo en zo. En dan zegt het hogere zelf, nou, heb je mij al ontmoet? Heb je mij al ontmoet binnen in jezelf? Ik ben liefdevol, krachtig, grappig, groot, intelligent, wijs. Sterk, zei ik dat al, onoverwinnelijk. Wij kunnen alles samen aan als jij met mij gaat samenwerken. Oké. Maar hoe ga ik dan met jou samenwerken, hoge zelf? Ja, dan moet je je denken een beetje uitschakelen en gaan voelen. Doorgaan hebben, hé, wat zeg ik eigenlijk allemaal tegen mezelf? En welke stem ben ik, zegt het hoge zelf. Kan je mij horen, kan je mij voelen, kan je mij verstaan? Want ik ben er altijd al geweest. Ik ben altijd als een stemmetje op de achtergrond geweest. Of je intuïtie, of je voorgevoel, of je buikgevoel. Maar aan jou om mij te verstaan. En het is eigenlijk zo simpel. Maar je moet wel, zeg ik even duidelijk, jezelf gaan kennen. Wie ben ik? Wat doe ik? Hoe gedraag ik me? Hoe voel ik me? Hoe ga ik om? Hoe communiceer ik? Als jij samen wil werken met je hogere zelf, moet je heel goed naar jezelf gaan kijken. En heel veel mensen willen dat niet. Ah, onzin. Ik ben goed zoals ik ben. Ja, en ondertussen loop je vast in heel veel dingen. Maar het hogere zelf zegt, laat mij je helpen. Ik weet dat er diepe pijn binnenin jou zit, maar ik ga je helpen om naar die pijn te kijken, want die pijn was van vroeger, niet van nu. En ik wil je helpen om in het hier en nu te leven. Kijk nu, kijk eens naar nu. Het verleden bestaat niet meer als we al die dagen uitgummen. Al die dagen bestaan niet meer, dan is het enige wat er is, is nu. En wie ben je vandaag? Hoe wil je leven vandaag? Ga je vasthouden aan dat verleden? Laat jij je leiden. Letterlijk lijden.
met lange ei door het verleden? Of ga je met mij samenwerken in het hier en nu? Gaan we dat verleden opruimen wat er nog vastzit in je lichaam, vastzit in je denken, vastzit in je emoties? Laten we dat met z'n tweetjes aangaan. Ik ben bij jou, vertrouw mij. Voel je veilig, voel je geborgen, vertrouw mij. Laten we liefdevol met elkaar communiceren. En laten we vanaf hier verder gaan, want je bent namelijk de creator van je eigen leven. Jij bent in staat om een nieuwe wereld te creëren. Jij bent in staat om dingen naar je toe te trekken waar je van droomt, waar je van verlangt. Maar daarvoor moet je lichaam, je geest en je ziel op één lijn zijn. Dus wanneer het denken niet samenwerkt met je hogere ziel, dan wordt het moeilijker om dingen naar je toe te trekken. Maar als het denken samenwerkt, vrienden is met het hogere zelf. Je denkt, oh, wij werken samen. Oh, jij wil dat ik nu geduldig ben. Oh, jij wil dat ik nu stil ben. Oh, jij wil dat ik nu, ik zeg maar wat, ga sporten. Jij wil dat ik nu even ga vasten. Jij wil dat ik nu ga mediteren. Oké. Hoor je wat die innerlijke begeleider tegen jou vertelt? Innerlijke guru. Je ziel als beste vriend. Wat zegt die beste vriend binnenin jou? I love you, I love you, I love you, I love you. En jij maar tegen jezelf zegt, ik ben niet goed genoeg, ik ben niet goed genoeg, ik ben niet waard, ik ben niet belangrijk. Nee, 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 weerstand. Nee, kijk het nou aan. Kijk nou wat je hebt. Kijk wat je hebt gecreëerd. Kijk wat ik jou heb gegeven. Misschien was het niet helemaal wat je verwacht had, maar dit is wel wat je nodig hebt. Ik ken veel mensen die vastzitten in hun eigen denken. En een beeld van zichzelf hebben die gewoon niet kloppend is. En dat snap ik wel, dat had ik vroeger ook. Maar samenwerken met de andere wereld, samenwerken met je hogere zelf is een cadeau, is een kracht. En begrijp dat jij als mens op aarde bent. Dus je bent een goddelijk wezen in menselijke vorm, maar je bent mens. Dus wat doen wij hier op aarde? Ja. Wij doen dingen om geld te verdienen, want geld is een energetisch ruilmiddel. Wij eten, wij drinken, we feesten, we ontmoeten elkaar, we hebben lief, we vrijen, we hebben seks. We lezen boeken of niet, we rijden in een auto of niet, we fietsen, we sporten, we wandelen. Maar weet je wat we allemaal doen? Houden van. Weet je waar we allemaal heel gelukkig van worden? Van liefde. Wij worden allemaal heel blij om leuke dingen te doen. Om vrij te zijn, om tijd te hebben, om te genieten. Het is allemaal zo simpel. We worden allemaal, waar word je blij van? Dan zeggen mensen, ja, weet ik niet. Waar word ik blij van? Weet ik niet. Hoezo weet je dat niet? Iedereen wordt blij als de zon schijnt. Van blije, leuke mensen om je heen, liefdevolle woorden, liefdevolle aanraking. Liefde. Iedereen wordt blij van liefde. En ik ken mensen die zeggen, wat doe je? Ik hou van je. Hou ermee op. Nee. Ga jij maar de liefde toestaan. Liefde ontvangen, liefde geven. Als je dat niet kan toestaan van je hogere zelf, waarom dan wel van een ander? Dus de relatie met jezelf. Jij bent een goddelijk intelligent wezen. Jij bent goddelijke liefde. Jij bent goddelijke intelligentie. Je bent goddelijke creatiekracht. Je bent een goddelijke manifestatie. Je hebt ervoor gekozen om op aarde te zijn. Dus je kan er maar beter het allerbeste van maken. En ga samenwerken met die hele leuke energie binnenin jou. Je kan lachen met jezelf. Je kan goed zorgen voor jezelf. Je kan jezelf als koning of koningin behandelen. Als god of godin. Je bent het waard. En er zit iemand in jou. Die alles weet over jou. Je hebt het namelijk zelf gecreëerd. Jij bent namelijk je hogere zelf. Dus de illusie dat jij denkt dat je dit lichaam bent. En dit denken. Dat ben je helemaal niet. Het is gecreëerd.
gecreëerd door je omgeving, je opvoeding, de maatschappij. Maar stel als jij nou zou leven met allemaal goddelijke wezens, die vanaf dat je geboren werd zo jou de hemel in preesten. Dat je zegt, oh, je bent zo geweldig, je bent zo getalenteerd, dit is wat je kan. Dan zou je toch een heel ander leven hebben. Dus jouw hogere zelf zegt tegen jezelf, je bent belangrijk, je bent liefdevol, je bent waardevol. En werk samen met mij, je zielenteam, goddelijke wezens. Want dat is wie jij werkelijk bent. Jij bent geïncarneerd in dit lichaam, omdat je dingen kan creëren, manifesteren. En niet alleen maar ellende, pijn, lijden, depressiviteit en slachtoffer zijn van dingen. Nee, nee. Integendeel, jij bent hier om de wereld mooier te maken met wie jij bent. Jij bent hier om samen te werken met de spirituele wereld, met andere mensen. Om elkaar te bekrachtigen, om elkaar lief te hebben, om elkaar te spiegelen, om elkaar te helpen. In moeilijke tijden, in makkelijke tijden. Om elkaar lessen te geven, om te vallen en op te staan, om te groeien. Om van jezelf te houden en van elkaar te houden. Hoe kan jij samenwerken met je hogere zelf? Is je denken verstillen. Ik geef je genoeg tools om je denken te verstillen, zodat uiteindelijk je kan horen, oh ja, dit is mijn hogere zelf. Dat je kan voelen, dit is mijn hogere zelf. Dat je weet, ik ben dienstbaar aan mijn hogere zelf. Mijn lichaam, mijn denken, mijn persoonlijkheid, ik ben dienstbaar aan mijn goddelijke zelf. Het gaat niet over mij. Het gaat dat ik dienstbaar ben aan mijn hogere zelf en wat ik allemaal mag leren. En het hogere zelf wil alleen maar groeien, leren, ervaren. Groeien, leren, ervaren. Kennis en wijsheid overdragen. Mijn hogere zelf vertelt mij dat ik op aarde ben om het bewustzijn te verhogen van de mensen, zodat de mens weer herinnert wie die is en we samen deze wereld mooier kunnen maken. Dat de essentie van liefde terug mag komen in mij en jou. Mijn zielenteam willen alleen maar doseren over liefde. Praten over liefde. Goed voor jezelf zorgen. Uitpluggen uit de gevangenis. De gevangenis die je zelf creëert, dat je jezelf dingen niet toestaat. Dat dingen niet mogen, dat dingen slecht zijn of niet goed zijn. Nee, we leren van elkaar, we groeien van elkaar. Oh, is dit wat jij ziet in mij? Oh, is dit? Oh ja, nou hier word ik in geraakt. Ja, hier word ik in geraakt. Hier word ik boos over. Hier word ik verdrietig van. Ja, ja. Nou, wees verdrietig. Laat het pijn doen. Sta weer op. Ik had gisteren mijn hand tegen mijn... ik deed nog een blok hout op mijn houtkachel. En toen raakte ik per ongeluk met mijn vingers de deur aan en die was gloeiend heet. Dus ik lag in bed en ik dacht, oef, dat doet pijn. Maar ik denk, nou, het herstelt weer. En ik word vandaag wakker en het is, ik voel niks. Ik zie wel blaren, maar dan denk ik, ja, ik herstel snel. Ik genees, ik ben veerkrachtig, daadkrachtig. Ik verbind me met de positieve emoties, liefde, blijheid. Alles is oké. Laat ik je meenemen in positiviteit, positieve affirmaties. Laat je meenemen om anders te denken, om anders in het leven te staan, om anders naar jezelf te kijken. We hebben een ander bewustzijn nodig. Te gaan beseffen dat we meer zijn dan dit. Dat er iets in ons is wat onsterfelijk is en wat alles weet. Waar jij naar mag luisteren. En als het kloppend is wat je voelt, dan resoneert het en dan voel je dat in elke cel van je lichaam. En dat voel je als vrijheid. Het voel je als rust, sereniteit, liefde. En je ziel is leuk en je ziel is grappig. Het is niet allemaal zo serieus. Je ziel wil spelen, plezier maken. Het leven is om te genieten en plezier te maken. Dat is wat je hogere zelf je ook vertelt. Dus kijk daarnaar. In de video's ga ik met je meer oefeningen doen om uit je strakheid te komen, om even te ervaren, om lol te maken. Het zingen van mantra's. Oh, dan kom je je denken ook zo tegen. Maar ga plezier maken, ga zingen, ga dansen. Laten we dansen samen. Laten we gekke bekken trekken, laten we gek doen. Laten we elkaar
op een lieve manier pesten. Uitdagen, laat ik het zo zeggen. Laat ze elkaar uitdagen. Liefdevol. Hou op om het leven zo serieus te nemen. We zijn hier tijdelijk. Ga samenwerken met je hoger zelf en ga genieten. De tijd is van jou. Verspil je tijd niet aan onzinnige dingen. Maar ga dingen doen die voor jou belangrijk voelen. Die voor jou belangrijk lijken. Verzorg jezelf, want je bent waardevol. En dat goddelijke binnenin jou is super, 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 super waardevol. Jij bent echt om een hele fantastische reden op aarde. Ga jezelf zijn. Hou op met aanpassen, hou op met pleasen. Ga lekker voor jezelf zorgen. Ga genieten en blij zijn. Dat is de boodschap van je hoger zelf. Vind mij. Vind de liefde. I love you, zegt je hoger zelf. Ik zie je in de video. Dan gaan we lekker aan de slag. Met het openmaken van het lichaam. Jezelf vrijmaken van de strakheid in jezelf. Zodat je plezier en blijheid kan ontvangen. Veel plezier.